Wasbord. Yo kijkers, welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. Wij zijn vandaag met een gekke banaan en een trillion. En dat zijn Maxime en Tobias. Twee compleet nieuwe gezichten op multigames. En nu mogen zij wat zeggen. Hallo. Mooi. Het is gewoon synchroon praten. Hoe kan dat? En zoals jullie zien is het de allereerste aflevering met een webcam. Ja, jullie zien mij voor het eerst op webcam terwijl ik game. Jij bent autodakken. En... Oh, je hebt het meteen een zwaard maken. Natuurlijk meteen een zwaard maken. Wat we ook gaan doen. Ja, ik weet het weer. Wij moeten namelijk alles gaan inrichten. En het mooiste leek mij om... Oh, wacht. Hoe ga ik dat doen? Kan dit? Jullie mogen ook wat zeggen hoor. Ja. Weet ik. Maar misschien is het leuk om een open haard of zo te maken. Nee, ja. Nee, maar dat is niet handig, want ons huis is van hout. Ja, ik kan met netherbrick. Netherbrick eromheen. Ja, maar nee, maar het scheidt volgens mij niet precies af. Dan zitten nog steeds zoveel blokjes. Ja. Ja, dit is echt iets. Dit kan. Nee, dit ziet er heel lelijk uit. Of niet? Wat moet ik voorstellen dan? Ja, dit is dan voor de chesten. Dit wil ik dan hier zo bij de chesten gaan doen. Misschien kunnen we een chestroom maken. Ja, maar dat maken we gewoon van de onderverdieping. Gewoon van de eerste. Dat is een beetje een chestroom. Onder je huis. Nee, gewoon hier de eerste. Gewoon de begane grond. Oh, zo ja. En dan hebben we leer. Ja, we hebben wat leer. Kijk, kan dit. Ja, ik ben allemaal dingen aan het uitproberen, weet je. Zo. Is dit mooi? Ja, dit is het ook weer net. Ja. Anders zou je hem zo moeten doen. Dat is het ook weer niet. Vervelend. Anders probeer je zo'n... hier kan je zo'n hekje plaatsen daarop. Oh nee, ik weet het al. Ik doe hem zo ernaast. Dat is... Gaat hij helemaal naar buiten? Maar ik pak hem wel. dan moet ik even deze ramen af gaan maken. Maxime is echt heerlijk hout aan het hakken. Of niet? Ja... Nou, ik weet niet of je het heerlijk noemt, want je doet het wel heel vaak. Ja, het is niet echt... Als je Minecraft speelt. Ja, Minecraft, daar heb je echt gewoon hout bij nodig. Zonder hout kom je nergens. Hier, Sander. Oh, waar? Thanks. Je mag gaan minen. Ik weet niet wat je wil doen. Maar maakt het niks uit. Nou, mij eigenlijk ook niet. Dus jezelf de keus. Oké, wacht even. Ik verander even mijn opties. Lekje of zo. Nee. Alleen mijn item weggooien is. Je hebt rechts verkeerde knoppen. Ja. Nu is het veel handiger, nu heb ik Q. Gewoon resetten, dat kan ook. Alles resetten. Oké, de ramen. Maxime die speelt altijd met. Als je gaat PvP'en met slaan op E. Serieus? Ja, ja. Dan kan hij veel sneller slaan, zegt hij. Ja, dan zit hij met zijn hand. Ja, omdat ik links ben. Oh, ja. Ja, maar ook, maar sowieso, ik schouw met mijn linkerhand bestuur ik bestuur ik het wasbord. En met mijn rechterhand sla ik gewoon. Die vind ik wel leuk, het wasbord. Die heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Het WASD-bord. Ja, het klopt eigenlijk wel, het was. Het was. Was. Ja. Nou, de E gebruik je er ook nog eigenlijk bij, dus een WEAST-achtig iets. Of zoiets. Ja. Ik ga... Wil je anders even farmen? Sweet. Ja, ik ga farmen. Ga je farmen? Swarmen. Swarmen maken. Even kijken. Geen idee hoe ik dat moet doen, maar oké. Oh ja, je hebt de Minecraft natuurlijk nog helemaal niet zo heel lang, hè? Nee, klopt. Maar ik speel het altijd op mijn Xbox en zo ook. Ja, oké, dan ben je er wel een beetje aan. Alleen de crafting recipes, die heb je daarbij niet. Nee, maar ik kan wel craften gewoon. Ja, oké. Maxime, jij bent volgens mij... Holy shit, hier zit heel veel in. Wat doe je? Oh, thanks. Ik dacht dat echt helemaal niks meer in die oven zat. Dus ik hak die ovens even weg. Zat echt nog heel veel in. Waarom heb je een iron pickaxe geen chance? Weet ik niet. Dat is echt fucking dom. Ja, maar we hadden nog niet zoveel stuff. Kijk, de chest...
Even kijken, hoe kan ik dat leuk doen? De ovens die zetten we later wel neer. Mag ik chesten doen? Ja, als je allemaal chesten maakt en die op een handige manier... Ik ga mijnen. Gewoon hier, is goed. En dan hier gewoon een beetje rondom neerzet. Mag ik het hout dan? Ja, ik moet eerst boekenkasten maken. Meteen ik maak even een nieuwe pickaxe. Ja, je mag gewoon meerdere maken hoor. We hebben genoeg. Ik had zetten daar nog 3 pickaxes in. Ja, dat had je voor de opname. Nou, we waren de opname een beetje gestart. Alleen toen zijn we opnieuw en toen had Maxime had allemaal pickaxen gemaakt. Ja. Terwijl die eigenlijk axen wou maken. Hier, Maxime. Ja. Leef je uit. Oh, en een andere test zit nog een beetje. Oh, en ik heb hier nog een... Hier bij ik heb sticks nodig. Ik heb sticks nodig. Ja, 1 voor de 2, 64 is veel. Dan ga ik nu... Maxime, geef me wat sticks. Zitten sticks in de chest? Welke? Weet ik veel. Deze. Er zaten hier sticks in. Misschien die chest hier. Oh, dit ziet er wel vet uit. Die heeft zo'n achtergrondgeluid. Ja, dat is Tobias. Ja, ik zet even een mat voor je met wat zacht is. Oh, we kunnen tot level 26 enchanten. Nice. Ja, Kaoli is bijna level 30. Serieus? Ja. Hij is nog geen één keer dood gegaan. Ik wel, van de honger een keertje. Ik niet. even wat potato. Als iemand dat wat sticks heeft, geef je mij even. Maxime. Ja, mijn sticks. Ja, ik ook niet. Nee, ik heb ook geen hout meer. Heb je alles opgemaakt met chesten? Ja. Ja, oké, je hebt het ook zelf gehakt, dus. Ach ja, ik maak wel van dit hier, maak wel even een paar sticks. Genoeg. Oh, ik had vandaag pannenkoeken bij de lunch. Heerlijk, gemaakt door mijn zus. Ik had vandaag tosti's door de lunch. Heerlijk, door mezelf gemaakt. Ja. Egelbeest. Jongen, ik zweer, wij hadden vandaag speelgoedmarkt op school. Speelgoedmarkt, het klinkt echt heel dom. Ja, maar Koen en ik, die doen al 2 jaar lang, gaan dan tosti's verkopen, weet je wel. Ik heb geholpen. Kuggen. Maxime was onze redder in nood. Nee, Maxime was onze trouwe helper. Wat deed je dan? Als we iets nodig hadden, naar de spar rennen. En gratis tosti's eten en ja, een beetje helpen. Beetje... Beter. Nee, ik ga niet tegen de... Hebben jullie al een mijn ofzo? Ja, naast het huis. Waar? Naast het huis. Oh, hier, met die ladder. Ja. Yep. Zo, is geen kleiner. Nee, het is meteen naar level 10. Als jullie even slim zijn... Oh, jullie hebben al een endportal gevonden. Gevonden? Gevonden. Ja. End? Die maak je. Wacht wel, een endportal? Ja. Een netherportal bedoel je? Een endportal. Waar? What the fuck? Wat? Hier links. Wat? Ik denk dat dit het werk is van... Oh, dankjewel Lars. Dat moeten we dus even verwijderen. Oké, mensen, ik knip even met mijn vingers en dan is het weg. En dat was hem weer, kijkers. Het zal Lars of zo hebben gedaan. Maar dat hebben we even... Oh, oeps, ik moet mijn game mode even uitzetten. Dit hebben we even in game mode gedaan, want ja. Wij willen het natuurlijk goed houden. En ik vind dat je daarvoor wel game mode mag gebruiken. Wat had tuurlijk. Je nou... Oh, hier, ik heb nog... Oh nee, de ovens heb ik boven in de chest gedaan. Nee hoor. Ach, goh. Ik heb ze niet in mijn inventory. Wat? Ah, laat maar. Ik heb ook al. Ik eet het toch al. Ja, of het kan dat ze precies op de plek zaten waar... Waarmee ik op de... Nou, maar. Dat snappen de meeste mensen, denk ik. Ik ga stripminen. Ja, en Maxime, het is slim wat je nu hebt gedaan, maar... De chesten moeten rondom en hoe ze nu staan is niet goed. De chesten zijn nu eigenlijk een soort van verkeerd. Hoezo verkeerd? Nou, maar kijk, waarom wil... Deze 2 staan al niet goed. Eigenlijk, deze 4. Want ik heb hey jongens, hoe doe je... Zo. Nee,
Hoe kan je zien op welk level je zit? Deze stond wel goed. Deze komt wel. Nee. Deze kan wel. Nee, deze moet weg. Ik wil elke hoek. Geen F3. F en F3 dan. F en F3. Ja, probeer maar eens. Nee. Oh, bij mij is F3, dan gaat mijn. Dan krijg ik meerdere van die tabbladen, weet je wel. Oh ja. Je moet Ctrl F3 doen. Ja, Ctrl. Het is per PC anders. Nee hoor. Ctrl F3 werkt niet. Nou, dan werkt het op de Mac. Nou, bij mij werkt het wel op de Mac. Maar. Waar de fuck is mijn eten? Oh, alleen dus weet ik nu niet op welk level ik zit, dus ik kan niet gaan stripminen. Ja, als het goed is, als je helemaal beneden bent, zit je ongeveer op level 0. Als het goed is. Ik ben hier waar een gang is waar al gestripmined is, dus daar kan ik wel door stripminen, denk ik. Ja, dat is ongeveer level 0. Dus moet je even zeggen waar je bent. Ja, ik zit in de. Ik ben gewoon de. Hoe heet het, naar beneden gegaan. Maar waarom doe ik dit ook altijd? Hier, ik sta voor je neus. Oh, je moet. Geef me ook wat torches. Ja, ik heb gewoon. Dit is level 12. Hier moet je gaan minen. Oh, die moet ik zo doen. Oké. Ik wacht even, Max, blijf voor mijnen. Wacht, nee, je moet hier. Ik zou hier. Ik ga twee gangen naast je, dan gaan we tegelijk minen. Nee, ik ga. Hier is al gestript mined, Max. Ik ben bezig met de chesten. Oh, ja, okay. Ik ben nu een beetje aan het helpen. Ik verveel me. Alleen ik heb geen torches. Ja, moet je ze maken? Oh, fijn. Ik heb net kool gevonden. Oh, nice. Zelf geformeerd. Dan kan hier ook nog precies een chest. Ja, dat komt precies goed uit. Waar zijn de chesten, Maxime? Die kom ik. Oh! Ja, lava, fijn. Je hebt zeker ook geen water mee. Nee. Regel bij het stripminen, neem altijd water mee. Ja. Ik vergeet het ook heel vaak hoor. Oh, 34. Je hebt serieus meteen alles opgemaakt. Oh. Wacht, we maken. Wat maken we? Kijk, ik was het eigenlijk een beetje zo van plan. En dan kun je bij deze chest kun je wel zo twee eronder. Zo kun je wel zo eronder doen. Dat is toch wel handig, Maxime? Hoor ik iemand? Mensen, heel even wachten. Maar mensen, daar zijn we weer. Tobias. Ja, bij Tobias is het ook een beetje. Ja, we weten niet wat er met Tobias is, maar jammer. Nou ja, maakt even niet uit natuurlijk. Zie maar, wat hebben wij veel troep, zeg. Oh, dat is heel erg kut. Dat is echt heel kut. Zo. Ik denk dat je meteen nog even wat hout moet hakken, man. Dat je alles. Ja, ik had net hout. Ik had net weer hout. Yes. Waar ben je? Ik ben hier een beetje aan de andere kant. Zo. Oh ja, nice. Daar kunnen we even de gaten mee opvullen. Mensen, daar zijn we weer. We hebben steeds wat korte onderbrekingen. Maar hey, een aflevering hoeft niet vlekkeloos te verlopen. We moeten ons huis eigenlijk ook verlichten. Ja. Ja, dat is een goeie. ja, alles is van slabs gemaakt. Dus ik moet het even. Oh, daar is nog een. Wat doe je? Hier komt ook een chest. Dat idee van jou vond ik wel handig. Alleen was het zo dat in de hoek kunnen we dat niet doen. Omdat daar dan. Nee. Kijk, hier kan dat niet, maar hier kan dat wel heel goed. Oh ja, wacht. Doe. Oh, nu erop zetten. Nu. Kan niet. Serieus niet. Nee, dat is eigenlijk best wel logisch.
Ja, zo, bij sommige wel, hè. Ja, bij sommige mod. Blokken. Nee, bij sommige blokken. Ja, maar dan zweeft hij er gewoon boven, of niet? Ja. Nee, ik wou niet zeggen. Blokje. Oké, okay, mensen, echt... Heel even. Mensen, daar zijn we weer met Tobias erbij, want het is gelukt. En als het nu niet weer verkeerd gaat, dan proberen we het ook niet meer met Tobias. Maar dit is even een korte mededeling. Wat is er, Maxime? Hé, hey, joh, ja, ik ben geband. Oh ja, wacht. Pardon. Gekke banaan. We gaan nu gewoon even hopelijk minder vlekkeloos verder, mensen. Ja. Nou, het gaat wel lekker met het huis voor de rest. De kleine probleempjes met de opname, maar met het huis gaat het goed. Ja. Dus, yo, banner. Zo. Daar kan er geen. Huh? Oh nee, dat klopt. Dat kan toch ook. Oh nee. Ah, zombie. Oh, ik krijg gewoon een carrot. Van een zombie. Wat krijg je? Een wortel. Carrot. Oh ja, die hebben wij al. Hoi. Zo, Tobias, demp even je microfoon. Hoezo? Kunnen? Nou, omdat we je moeder horen. Is moeilijk? Oké. Okay. Helemaal niet. Weet je hoe je microfoon dempt? Beter? Ja. Oké, ik denk dat we hier al heel ver mee zijn, mensen. Ja. Hier mag ik dan nog één. Ah nee, wacht, beter doen we die hier geen. Ja, wat is er? Jongen, die prank video met die vele partypoppers. Ja. Ook echt als ik aan het praten ben, echt zo heel random zo. Derp. Ja. Nee, als jij zo met het... Alles zo hard, hè. Ik zei zo, ja jongen. Deze cap is, of deze kleine partypopper, daar zit gewoon genoeg confetti in. Deze grote cap mee te vullen. Nu heb ik hem naast mijn hoofd. Zei ik en zo, doe hem naast je hoofd. Toen heb ik dat durf gezet. Op dat moment moest ik gewoon doen. Ik werd uitgelachen in de klas, jongen. Ja, echt, hè? Super grappig. Gewoon durf. Echt heel simpel, durf. Durf. Oké, nu moeten we alleen nog van die sites gaan maken, van die item frames. Ik denk dat ik even koeien ga doden voor leer. Nee, niet doden. We moeten ze vermenigvuldigen. Geef me dan even wiet. Ja, het ligt in de chest. Dat leer. Wat had ik ook alweer nodig? Oh ja, dat had ik nodig. Ik zat echt zo van... Oh, jullie hebben een konijn gedood. Ja. Nee, dat konijn is zelf dood gesprongen. Dat is zo grappig. Ja, er zit niks anders op dan een schep pakken en wat dirt hakken. Zo van af. Ja, ik heb dirt nodig, maar ik kan niks vinden. Hebben jullie iets van hout of zo? Ik heb 9 blokjes, maar ik ben even. fnf.nl. Ja, ik ga konijn meenemen. Beter. Kom maar, konijntje. Hoezo ga je überhaupt een konijn meenemen? Nou, want dan kunnen we voor eten. Gewoon doden dus. Ja, nee, eerst vermenigvuldig en dan... Heeft ze best gedaan en dan mag hij naar de hel. Ja. Om maar even netjes te zeggen. Netjes. Wat je netjes noemt. ik moet best wel veel hakken. Ik vraag hem erop, we hebben laatst heel veel gehakt. Oh ja, dat is natuurlijk allemaal daar weggegaan. Oepsie. Oh, kom maar, konijn. Maak even een hok. Ja, beter hè. Ik ga verder mijnen. Oké. Okay. Beter vind ik even diamonds ofzo. Natuurlijk weer meteen diamonds willen hè. Lekker hebberig. Wat wil je dat ik vind? Gold? Gold is bij ons zeldzamer als diamonds. Ik heb al gold. Oh, want wij hebben minder gold als diamonds gevonden. Ik heb al 7 gold. Ik doe gewoon een konijn in het huis. Ik heb tot nu toe alweer meer gold dan diamonds is er nu al.
Nice. Hoeveel gold heb je dan? 7. Zit je nog heel wel dicht in de buurt van het diamonds? Dat zijn er... Nee. Kut. Oh, is hij ontsnapt? Nee, bijna. Daar heb ik een pressplate heb gehaald. Ja, weet je mensen dat herinneren jullie misschien? En, misschien jullie ook. Want bij de farm van de, gewoon van de wheat en zo, daar heb ik allemaal van die deurtjes dat er geen dieren in kunnen en monsters. Dus wat Karel of Lars deed, ik weet niet meer wie van de twee deed, gaan ze voor die deurtjes allemaal pressure plates leggen, dat ze gewoon naar binnen kunnen. Zo dom. Oh mijn god. Echt een hele erge Minecraft moves op sommige momenten. Yeah. Ik ben ook nog een dikke noob hoor. Ja, maar dat soort dingen doe je tenminste niet. Nee. Ja, oké, punt 1. Je weet niet hoe je een pressure plate moet maken. Echt wel. Oh. Nou, heb ik iets laag ingeschat. Maar weet je echt allemaal van die crafting recipes en zo al? Ja. Snel geleerd. Maar ik heb vet veel gespeeld met Maximo. Ja, oké. Dat leer je toch. Complimenten, Maxime. Maxime is mijn leraar. Nou, hoeveel betaal je hem? 5? Niks. Ik doe het gratis, anders vermoord ik hem. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Het staat. Echt heel dom, heel droog. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Maar deze aflevering houdt nu wel op, want we zijn alweer... Ja, ik weet niet hoe lang heel veel geknip en geplak altijd. Maar ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Ik wil Maxime bedanken dat hij heeft meegedaan en Tobias. Ik zie jullie de volgende keer weer en vergeet het blauw duimpje niet achter te laten. En ik zeg doei! Yo! Ja, ik zeg altijd later. Ja, ik ga later zeggen. Later!